Goedemorgen aan allemaal. Ik trouw ook dat u vertroosting sal vind door die woordverkondiging. Dat ook hierdie geleentheid vir u ook in die geloof versterkend sal wees. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en aarde geskaap het, wat getrouw bly tot in alle eeuwigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Ons sing uit Psalm 34 vers 1 en 2. Dit is een psalm wat Petel specifiek gevra het ook om te sing, maar dit was baie lief ook en hulle is ook lief vir hierdie psalm. In weelde en ongeluk altyd sal ek die Heere prys, altyd vir hom my lof laat reis in voorspoed en in druk. Hom sal ek die Heere skenk tot roemtaal krachtig aangespoor. Sagmoedige sal dit hoor en aantree op my wenk. Verse 1 en 2, Psalm 34, 1 en 2. Twee gedeeltes saam, die een uit Jesaja 40 en die een uit Jesaja 43. Van vers 27, Jesaja 40, hierdie al twee gedeeltes handel maar oor die bemoediging van die ballinge wat in ballingskap is. Daarom kan een mens hulle saam lees, omdat dit dieselfde doelwit eintlik het. Waarom sê jy dan, Jacob, waarom kla jy Israel, die Heere sien nie raak wat van my word nie? My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie, die Heere is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs die jongmanne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleur struikel en val. En dan die eerste tekstgevers is dan, maar die wat op die Heere vertrou, kry nieuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemaak nie. Eerste vier verse van Jesaja 43, luister, so sê die Heere wat jou geskep het, Jacob, wat jou gevorm het, Israel, moet nie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy dier water moet gaan, is ek by jou, dier riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy dier vuur moet gaan, sal het jou nie geskroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Heere jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Ek gee Egypte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy vir my kostbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Ook dan hier die eerste vers, luister, so sê die Heere wat jou geskep het, Jacob, wat jou gevorm het, Israel, moet nie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Ek gaan die orde omkeer, ek gaan eerst begin met Jesaja 63 en die troos
verballingen daaruit en dan ga ik naar 40 toe terug. Geachte familie en vrienden, heeft God jou al op jouw naam geroep? Hij roept jou op jouw naam wanneer hij jou wil gebruiken, betekent als een ouderling of als een predikant of als een diaken. Als hij zegt: jij, kom staan jij in mijn dienst. Zo weet ons bijvoorbeeld dat hij van Jeremia geroep het nog, en hij het hom al geken nog voor hij in die moederskoot gevormd is. En zo roep hij hom ook als profeet. Verder roep hij jou op jouw naam, als hij wil, jij met zijn woord actief gaan leef en gaan doen, dan zei hij voor elke gelovige op die naam af: jij met mijn kind wees, jij met mijn volgeling wees, jij met mij dien. Maar dit kan ook gebeuren dat hij jouw naam roept als jij sterft. Dan is jouw plek bij die Vader gereed gemaakt en kom in jouw hal om bij hom te wees. Dan roep hij jou ook op jouw naam. En ons als gelovigen gaan het elkeen ervaar. Toe die Heere vir Israël hier op hulle naam geroep het, was hulle in ballingskap, moedeloos, sonder toekomshoop, daar in die vergetelheid en verlorenheid van slavernij, hoor hulle God roep hulle naam. En ek dink, hoe wonderlik moest dit nie vir hulle geklink het nie. Iemand in hierdie niks en nergens, waar jy totaal en al platgevee is as 'n slaaf, daar is iemand wat van jou notitie neem, daar is iemand wat jou by jou naam ken, daar is iemand wat jou roep. Hulle was hier in die vreemde eenvoudig niks geweest nie. En nou kom die Heere en hy roep hulle naam. In die eerste plek wil ek sê, hoekom roep die Heere ons naam? En dan staan tenminste drie redes wat hy aangee in hierdie gedeelte. Hy roep die volk op sy bedrieër naam Jakob. Hulle het God bedrieg met afgode, toch noem hy hulle ook Israël die worstelaar met God. Die een wie sy skuld verlede deur God skoon gemaakt is. Die een wat hy verlos het, die een wat hy gered het, roep hy by die naam. Hulle ballingskapstyd is voorbij. Hy gaan hulle terugbring na Israël toe. Hy gaan hulle weer by die naam kom herstel as sy lievelingsvolk. God sy redding maak dat hy mense op hulle naam noem. In die tweede plek, dis nie al wat hy doen as hy sy kinders op die naam noem nie. Hy neem sy kinders sy name op sy lippe, omdat hy hulle innig lief het. Hoor, hoe stel die Heere dit self? Omdat jy vir my kostbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek volke in ruil vir jou lewe. Dis God se liefde wat hom laat roep na ons toe. En ons name ken, en ons by die naam roep. Pure liefde van God, wat vir Margaret by die naam ken, maar ook vir my en jou. In die derde plek, sy verlossing, sy liefde, maar daar is ook nog een rede waarom die Heere sy kinders op die naam noem. Hy sê, jy is myne. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Jy behoort aan my, ek het besitsreg op jou. Jy is my eiendom. Daarom roep ek jou, want ek wil jou by my hê. Nou ja, vandag kan elke kind van God in Christus hoor, ek roep my skape by die naam, omdat ek die goeie herder is wat my lewe vir my skape afgelê het. Dis omdat ek jou verlos het en duur gekoop het, dat ek jou op jou naam noem as myne. Daarby weet ons dat iemand slechts sy lewe aflê vir sy skape, omdat hy hulle lief het en duur koop met sy bloed, sodat ons aan hom kan behoort. Dink ook maar wat bely ons in Sondag 1 Heidelbergse Katekismus. Wat is jou
enigste troost, daar is nie ander nie. Dan bely ons dat ek in lewe en sterwe met lichaam en siel aan my getrouwe saligmaker Jesus Christus behoort. Ek het besits reg op jou, dat die dood jou nie eens kan wegvat van my af nie. Ook jou siel behoort aan die Here. As hierdie ou lichaam sterwe, dan besit ek jou nog. Kan jy jou voorstel wat gebeur as jy sou sterwe? Die Here Jesus roep jou op jou naam. Margaret, ek het jou verlos, ek het jou lief, jy is my eiendom. Ek het jou duur gekoop met my bloed. En die Here Jesus verlang dat sy broers en susters by hom sal wees, want in sy hoëpriesterlike gebed bid hy die Vader, Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid sal sien. Gebed vir die disciples en deur hulle ook vir sy hele kerk. Al die heerlikheid van die Here Jesus, waar die Vader alles geskep het. En ons weet, Margaret het in hierdie lewe een absolute verwondering gehad oor die glans van Godse skepping. Maar ek is oortuig daarvan, nou in die hemel, is sy in ekstase, niemand het oor die skepping nie, maar oor die skepper van hierdie skepping, want sy het hom van aangezicht tot aangezicht gesien, sy het hom ontmoet, al het sy hom hier geken. Nou met die skepper in gesprek. Dat kon sy op aarde met gebed doen, maar nie so persoonlik. En om verder te dink dat ons hier maar ten dele ken, daar sê 1 Korintiërs 13 vir ons ten volle, sal het daar bring by die absolute heerlikheid en die heiligheid van God, wat sy nooit gesien, gehoor, en in haar hart nie alles opgekom het, nooit nie. Wanneer ek en jy sterwe, en in die Here Jesus glo as ons verlosser, sal ons hom ook hoor, hoe hy my en jou naam, na hom toe sal roep. En is een geweldige troos, as ons in hierdie lewe, al sy stem gehoor het, dan sal ons sy liefdevolle stem, as hy ons eendag roep, nog duideliker hoor. Die dag wanneer ons sterf. En dan kan ons by Jesus gaan bly in die Vader, hy is met sy baie woonplek, en sy glans en sy heerlikheid, sal ons, as ek het so kan stel, na ons asems laat snak. Daar is nog een ander ding waarop ek jy wil wys waarmee die Heer sy kinders onder swaar kry, wil troos en wil bemoedig, vandag ook nog. En dit kry ons in Jesaja 40 vers 31. Die volk was moedeloos plat geslaan en haar slawe mee gemors. Nou sê die Heer dat hy hulle ellende, pijn en hartseer raak sien. Die eerste gedeelte was om nie meer te vertroos oor Margaret, waar sy is, hoe sy dinge beleef, in die volle glans van Godse heerlikheid. Maar nou kom ek na u toe in hierdie tweede gedeelte. En dis hoekom ek twee aparte gedeeltes gemaakt het ook, oor dieselfde doelwit, vertroosting, bemoediging. Maar hier gaan dit nou, een mens kan amper sê oor julle wat achterblij. Ek dink dis die vraag wat elkeen van ons vanoggend vra, hoe gaan ek aan met my lewe? Hoe verwerk ek dit om sonder 'n vrou, 'n ma, 'n ouma, 'n vriendin te wees? Waar kry ek die krag hiervoor? As dinge vir my in die lewe sinloos begin word, na wie toe gaan ek? Waar gaan ek troos kry? By niemand anders nie as by die Here alleen. Hy is immers die ewige God wat alles gemaak het en alles in stand hou, en as Margaret haar verwonder oor die heerlikheid van die Here, kan ons op aarde ons verwonder oor sy instandhouding en sy versorging. Net soos hierdie onder ballingskap gee hy vandag nog nuwe krag, nuwe moed
En Jesaja gebruikt die beeld van een arend en een atleet en een stapper. Om so Godse instandhouding van zijn kinders en zijn kerk voor ons te verduidelijken. En dan moet de mens die Heere vertrouwen. Als je dat hij in staat is om jou onder je zwaarkruik te kan dragen. Hoe doen hij dit? In die eerste plek geef ons arendslerke, sê Jesaja 40, om je te vlieg. Op andere plekken in die Bijbel wordt arendslerke verbind aan geloof. Hij zal voor zijn kinders geloof gee om soos jong arende uit die nest te kan vlieg naar vrijheid op die wieke van die wind. En zelfs als ons zwak is, wanneer ons val, wanneer ons moedeloos niet wil kans zien om het dag uit die bed uit op te staan, dan weet ons nog in die beeld van Deuteronomium 32 vers 11, dat God soos een arend onder zijn kinders insweep en hulle dra op arendsvlerke. En dit moet julle hoor, Piet, Jana, Stefan, allemaal van julle, Heidi, Sjaal, Gert, al die andere familielede, dat als julle niet meer kan nie, as julle moedloos raak, sal die Heere julle dra. Hy maak die beloftes. Hier in Jesaja 40, 31 beloof die Heere dat jy al die zwaarte en die beproevings die geloof sal kan dra, dat die eeuwige God jou die ruimte sal het inklief soos een arend, en soos een arend wat sy vlerke hoog in die lucht vlieg om oor alles te kyk, kan jy jou hart seer en jou tranen beskou vanuit een ander perspektief, soos een arend wat zweef. Koninkryksperspektief. Daar is meer, besef een mens, as hier die lewe. Die eeuwige lewe gaan ander kan die graf in rijkheid, in groter volheid aan as hier. Het is net een kind van God wat weier kan zien, soos een arend, as die graf en die dood hier en nou. Die tweede beeld waarmee die Heere bemoedig is die van een atleet. Hulle hardloop en word nie moeg nie. By die Heere krijg mens onbeperkte kracht en uitoefenvermoë onder beproevings. By die Heere krijg jy onbeperkte kracht, zodat jy kan aanhou. Vandaag weet ons dat hy sy Heilige Gees aan ons gee, om ons te troos, om ons te dra, om ons bij te staan in ons grootste nood, in ons ergste ellende. En weet jy wat doen hy? Selfs as ons nie meer kan nie, als ons niet meer die woorden kan uitbrengen op ons lippen nie, dan staan daar zo in Romeine 8, 26, als die geest bij. En dan zeg hij in ons plek. En dan bedraai ons diepste smart en rouw voor God die Vader. En dan komt die Heere, door sy geest ons te hulp. Hij maakt die hemelvisie weer voor ons oop. Als ons in vertwijfeling wil ondergaan. Die laatste beeld wat ons krijgt, hoe die Heere moedeloos is kracht gee, is die beeld van een stapper. Hulle loop en word nie afgemat nie. Met stap die Heere, as het ware, die alledaagse verloop van ons leven aan. Elke dag wat jij op die levenspad is, hier die pelgrimspad, elke terrein van jou leven, daar stap hij samen met jou. Hij is bij jou zoals die skadi aan jou rechterhand. Ook hier waar ons zit. Al zien ons hem niet, hij is zoals die skadi aan onze rechterkant. Piet en al die kinders en kleinkinders, familie, broers, zusters en allemaal wat ook hier is, vrienden. Het is precies wat ons vandaag nog weer moet hoor. Als jy denk, jy kan nie meer nie, hou die Heere jou staande. Hy hou jou recht op. Al is ons hart seer, moeg, moedeloos, al maak die leven nie meer sin nie, hy hou jou vast in midden van jou hart seer, van jou vrees, van jou vraag.
Hij is meer als al jouw vermoeidheid, al jouw aftakeling van je lichaam. Zijn kracht gaan oor al die grenzen van die leven. Dit bijvoorbeeld die dood van ons Heere Jezus Christus en zijn opstanding voor ons gewijs. Zijn kracht hou jou zelfs vast ooral en altijd. En dan om af te sluiten, ik denk dis wat Margaret ook ervaren in een sekere sin. Hoe sy ook bij die Heere Jezus Christus arendsvlerke het, om wijd en ver te zien waar sy hier maar ten dele geken het, nou ten volle, dat sy nou bij God nooit meer moeg word nie. Al die tranen afgedroog, die moeite van die leven is voorbij. En ik denk dis wat God hiermee bedoel. Jy sal selfs na die dood onuitputlik van sy genade ervaar. Altijd blij. Altijd gezond, altijd niet door sy kracht. Mag ek en jy ook hierna verlang en ons leven hierop instel, ons oog gevestig op Jezus Christus, ons redder, dan zal ons nie die geloof moeg word nie. As ons die Heere voor oog hou, sal hy die kracht gee, zal hij die draawerk gee doen, zal hij die sy gees optel. Amen. Kom ons met saam. Onze Vader wat in die hemel is, ons dank en loof u, dat u die ruiste seer en die ergste pijn ons steeds niet uit die handen zal laat druk nie. Dat ons voor altijd die kinders is en sal bly, selfs al moet die hartseer van die dood, die fijnsnare van ons siel laat bewe. Toch weet ons, ons behoort aan u in lewe en in sterwe met lichaam en met siel. So dank ons u dat Margaret aan u behoort en die heerlijkheid van u goedheid en genade voluit kan beleef. Ons dank u ook dat sy verlos is van die pijn en die lijden waardoor sy gegaan het. Ons dank u Heere vir die vrou wat sy vir haar man was, die moeder voor haar kinders, kleinkinders, die vriendin voor haar vrienden. Ons dank u dat zij ons oor telkens oopgemaak het voor die wonder van u skepping. Ons weet sy kent in volle bij u en haar blijdschap is onbegrensd. Ach Heere, troos ons toch, een bijzonder verpeet, verhaal hier jou na elke familielid, elke vriend, vriendin. Laat ons ook die diepsporen wat zij in ons levens achtergelaten, het nalopend, het vertroetel, al die herinneringen koester. Geef toch, Heere, dat ons elkeen met haar ijver die wetloop zal voltooi, om samen met die skare getuies ander aan te moedigen om te volhard. Ons vraag dat u ons die kracht zal geven om steeds voluit vir u te leef, verder te kyk as die dood en begeer om ook te wees waar Margaret nou is. Hoor en verhoor ons skamele gebed in Jezus' naam. Amen. Ons sing nou uit Skrifbreiming 18:6. Vers 1, 3 en 5, ek sien een nieuwe hemel kom, een aarde niet en vry, die see en al wat sky verdwijn. Die Heer droog al die tranen af, voorbij is droefheid, dood, ja, pijn en smart wijk uit die hart. Ons moeite, angst en nood. Oorwinnaars sal ons alles erf, en leef uit die fontein van levenswater, heerlijk rein en God sal oor ons skyn. Skrifbreiding 18:6, daar die drie verse.
genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenschap met die Heilige Geest vandaag en altijd bij ons wees. Amen. Ja, jy kan nou jou beer kry om ook ietsie te buiten sê, waar ek nou groot in en meer nagelaat het, is lief. Die luidspreker is hier so weer. Dit om te hoor hoe dit gaan en of ek en Inge oké is.
Ma was altijd een plan, of ma wat altijd een plan voor alles gehad heeft en zoveel liefde voor ons gehad heeft. Ai, die leemte wat ma laat is groot, maar het ging ma die rust en vrede wat alle verstand te boven gaan. Zonder enige pijn of lijden, rust zag ma tot ons weer ontmoet. Liefde Heidi. Ingekie, ek wil net hê ouma moet weet dat ek opkyk na ouma. Ouma was altyd hoofletters, die een om my met my probleme te help. Ouma was altyd die sonstraal in die diepste donker waters. Daarvoor het ek net een groot dankie voor te sê. Met alles wat ek sal ek ouma se liefde, met alles wat ik heet, zal ik oma zijn liefde en alles wat oma mij geleerd heeft, nooit vergeet nie. Dank je voor alles, liefde, Inge. Nou, familie, broers en zusters, wat Magie niet voor jullie was, nie, was hij voor mij en Gert. Zij was ons oosjes. Die een wat diep gekyk het, en met groot deernis samen met ons geleefd het, deur ons op en ons af het. Die een wat my Gert in ons onbesonde dag van rook hard aangespreek het, die een wat toe ek in kosse het getrek het vir my verseker het, hoe ek saam met seelkoekies in die son moet bak om het langer te laat hou, die ouses wat my gesê het, eet toch asseblief gezond. Sy was die ouses wat ons leer ken het wat ons nooit gehad het nie, en die een wat ons saam met oud Piet werkelijk gaan mis. Ek wil graag namens die familie die volgende bedankings doen, en het is oprechte waardering van ons kant af vir dokter Cathy Walton, dokter Sandra Weidner en sister Annie Dievenaar van Cancer Care, wat Magie vir al die afgelopen 8 maanden met deernis behandel en bygestaan het. Dokter Dion Jaak Pieterse, wat al voor 40 jaar ons huisdokter en vertrouweling is, vir Ida, al goeie begrafnisdienste, vir haar professionele hulp en dienst, regelings, vir Dominee Teens, vir die oproepe, besoeke, voorbidding en ook die waarneem van die dienst, Teens, die familie ons het ontzaglike waardering vir jou, en ook vir jou bystand van my oud en sy kinders in die tyd, en ook vir die prediking vanochtend. Wonderlik om te weet dat as ons naam in vergeetlik wegsterf, dat die Heer ons naam ken en roep. Vir hom nooit vergeet. En baie dankie vir jou troos wat eens waardeer. Baie dankie aan Martie Ruitenbach en die span sisters van die Gereformeerde Kerk Port Elizabeth, Martie, vir die voorbereiding etes waarmee hulle Petrus en Vrieskast volgehou die afgelopen maande. Ook aan al ons bure, ons vriende en familie wat gedurende die maande van magiese siekte gereeld vir ons voorbidding gedoen het, boodskappe gestuur of gebel het en altyd oor haar welstand verneem het. Dankie aan almal wat gereeld met etes by ons opgedaag het, vooral baie dankie aan almal wat die afgelope week ons gekontak het vir julle liefde om geen bemoediging. Baie dankie aan almal wat hierdie troostdienst saam met ons bywoon, en almal wat teenwoordig is vanoggend. Dit sê ook vir myself en vir Gert as boeties, en besonderlik vir Jan en Anja wat van Johannesburg afgereis het, wat ook hier teenwoordig is, sê ons baie dankie. Dan, Reona, Heidi, nou moet jylle my luister van jylle pa, Piet. Speciale dank aan my twee dochters vir al hulle bystand en opoffering aan Magie die afgelope maande. Vooral met haar verzorging gedurende die laatste week van haar ziekte. Dank je dat jullie samen met mij haar handen vastgehou en vertroetel het tijdens Ma's laatste uur op aarde. Dank je ook voor jullie bezorgdheid oor mij en als jullie pa in jullie bijstand elke dag. Baie dankie, Tiens. Ek wil hier herinner my dat om ons altyd vir
vir die mense, vir die familie dankie, want niemand sê vir Pierre dankie nie, vir die wat die naaste na haar leef nie. Geboet ons wel ook as broers en as kinders en as familie vir jou. Diep het ons harte bedank vir jou wysheid, jou raad, jou loyaliteit en jou bystand in Mardi die afgelope jare, vooral besonder die afgelope maande. Ons het dit raak gesien en die Here sien ook ons goeie werk. Ja, dank jou. Bij de officials, ik heb het woord de verrichting, is iets van een afhandeling.